Ja, voorzitter, ik hoor mevrouw Paulusma dingen roepen dat alsof dit kabinet de zorg kapot maakt. Dat is natuurlijk hilarisch, want dat is natuurlijk helemaal niet aan de hand. Ik denk dat dit kabinet het allerbeste voornemen heeft om de zorg juist beter te doen. Ik vind het schandalig, als ik het woord schandalig moet gebruiken, dat u hier gaat lopen roepen dat de zorg kapot wordt gemaakt. Dat is spijtig. En bovendien wil ik toch ook even opmerken dat juist de D66 nu aan het praten is en het zielige aan het doen is over dat mensen armoe hebben. Maar het is D66 die met alle maatregelen als het gaat over energie afgelopen 2-3 jaar de mensen echt in de armoede heeft geholpen. En daar hoor ik de minister, of daar hoor ik mevrouw Paulusma niet over. En dat wil ik toch eventjes hier gezegd hebben. Ik hoorde geen vraag, maar ik wil nog wel tegen de heer Klaassen zeggen dat ook dit weer politiek je hoofd in het zand steken heet. Want dit kabinet heeft geen plannen, geen financiering voor de plannen. We hebben vandaag de begroting besproken waarin nog een heleboel plannen hier gedeponeerd zijn zonder dat de Kamer daarover geïnformeerd is. Er is een waanzinnige maatregel rondom het eigen risico waarvan iedereen zegt doe het niet, kost te veel geld. Helpt niet de mensen die het nodig hebben, gaat ten koste van de zorg. Het zorgveld slaat alarm en ja, dan gebruik ik stevige woorden. Ja, stevige woorden gebruiken mag, maar de woorden van de zorg kapot maken gaat echt helemaal nergens over. En tot slot wil ik toch wel even de opmerking maken. Mevrouw Paulusma gaf aan dat wij problemen hadden met de stijgende zorgpremie. Daar heeft u de PVV-fractie niet over gehoord. En nou, u maakt volgens mij wel gebruik van dingen in de mond leggen van in ieder geval bij de PVV-fractie die helemaal niet waar zijn. Dus het zou prettig zijn als u dat zou terugnemen. Nou, voorzitter, misschien moet meneer Klaas even de beelden terugkijken en ik hoorde wederom geen vraag. Dank u wel.